Er wordt volop gewandeld in Vlaardingen. En vooral belangrijk daarbij is om je heen te blijven kijken. Want er is genoeg kunst in Vlaardingen, ook op de muren. Er wordt her en der geschilderd. Er zijn allerlei oude werken die nog altijd te zien zijn. En we beginnen met onze kunstwandeling op de Voorstraat. Gezellig! Dit is uit 1994, ja. Heb ik opgezocht. Eeuwig venster van verleden en toekomst. Ja, maar jij bent niet de maker. Ja. Dat is Jan van Reven. Ja. Hij was een markant man. Een man uit een arbeidersfamilie. En het was van 8 tot 5 werken. Of weer of geen weer. En zo werkte Jan ook. Ik had een enorme respect voor hem dat als hij... Want Jan woonde daar en plotseling zag ik hem dat hij hier aan het schilderen was. Ik zei, wat ga je nou doen? Hij zei, ja, nou, goed schilderij, muurschilder, opdracht. Geweldig. Nou ja. Hij ging er helemaal vol in. En dat was gewoon, 8:00 ging hij beginnen en 5:00 weer naar beneden. En zo was heel zijn werkdag. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Hij is heel erg bereisd. En uit die bereisde ervaring heeft hij ook dit werk gemaakt. Dit ademt Griekenland. Er zitten allemaal verwijzingen van mythologie en van onderdelen van geloven en cultuur. Er zit erin vermengd. Ik begrijp, je hebt het al een keer gerestaureerd, ja. En een tweede keer zit er aan te komen? Ja, ik denk het wel. De eerste keer was Jan druk bezig. Toen was er een communicatieprobleem met degene die de onderlagen neerzette. En die matchte niet met zijn verfsysteem. En toen ging het er gewoon af. En toen was hij al overleden. En toen met Celia Kaasvaart heb ik toen destijds afgesproken om dat gewoon weer terug te zetten. Zeker om Jan nog te eren. Toen hij dus op zijn sterfbed lag, lag hij altijd voor het raam nog even te kijken naar een van zijn grootste werken. Dit is bijna 20 jaar oud. Ja. Verf die 20 jaar nog steeds zo eruit ziet. Op zich geen verkeerde verf, dacht ik. Nee, zeker. Ja. Vol op zon, hè. Die gaat de zon op. En hij krijgt van de regen krijgt hij volop regen. De boschages, zeg maar, die staan iets te hoog. Ja. En die moeten aanzienlijk lager. Je ziet daar bijvoorbeeld ook dat witte puntje, twee puntjes, dat is een viskop. Ah, we missen gewoon een hele vis. Ja. Vis. Ja. Wel een leuk detail is ook, je ziet dat de ramen, ja. De windows, die zijn geel. Ja. Nou, dat was de vorige eigenaar van het pand, Jos Overweg. Maar naarmate dat ze hier zaten, had ze toch een klein beetje problemen met het gele licht wat er binnen kwam. En dat heeft ze met de gemeente nog wel een paar keer aangekaart. Maar goed, het zit er nog steeds op. We hebben onze wandeling vervolgd naar de Hoogstraat, A.T. Keizerwaard. Inmiddels berucht vanwege het muisje. Beroemd. Beroemd, ja. Maar even terug, want hoe is dat nou ontstaan? Ik was al heel lang eigenlijk zoiets van plan. Ik zie op internet natuurlijk heel vaak van die hele leuke muurstraatkunst. Bijvoorbeeld, dan doen ze dat met krijt op de straat en noem maar op. Maar ja, dat vind ik zo zonde, want dan 1 regenbui en het is weg. En toen dacht ik, ja, vanwege die hele coronatijd ben ik natuurlijk heel veel dicht geweest, helaas. En toen dacht ik, weet je, we gaan wat gezelligs op de muur schilderen. Nou, en dat muisje, dat kreeg gezelschap. Jij dacht, ik ga door. Ik ga meer maken. Ja, ik wil ook wel meer maken, weet je wel. Maar ja, je moet wel iemand hebben die een pand heeft van zichzelf. En dat je dan toestemming hebt. En ze zou ook wel veel meer hele leuke, kleine, koddige schilderingetjes willen maken. Het heeft vervolg gekregen. Aan de bovenkant bij CNA, dat is de zijkant van de muur van Richard Mol. En die vroeg of ik allemaal molletjes wilde schilderen. Ja. Dus het kruipen zo naar boven. Ja, en er zijn er ook een paar particulieren die zeiden van, goh, kan je van mij mijn hondje op de muur schilderen? Vooral de kleine diertjes, leuk. Ja, allemaal van die grappige dingetjes. Ja, iets heel simpels, je ziet hier een heel klein dingetje. Oh, er staat nog iets heel kleins inderdaad. Dat was een stukje onkruid. En dat onkruid was dus eigenlijk zijn haar. Maar ja, je ziet, onkruid is weg. Nou is die kaal. Ja, hè, maar dat soort grappige dingetjes. Leuk. Daar worden we vrolijk van. Zeker, dankjewel daarvoor, Ati. Biti Tseteu.
in de Timmersteeg met elektrografische panelen. Het hele kunstproject dat is opgezet door Henri van Es van het Kunstgebouw. Ja. En hier hingen, dat is nog erger, lenteculaire foto's van Diederik Klomwerk. Okay. En dat betekent als je langs de foto loopt, dat is veranderd. Bijvoorbeeld hier was een vrouw in haar keuken, ja, en liep je langs. Dan zag je opeens een gluurder uit het raam. Dus het waren hele mooie werken, alleen verweerd. En toen kreeg ik de opdracht om iets anders ervan te maken. Dus ik ging eerst naar Peter de Jong, want die heeft een hele grote verzameling van alles en nog wat met oude beladingen te maken heeft. Honderden foto's gemaakt en die foto's zijn op de computer bewerkt. En dat heet eigenlijk elektrografisch, dus laag over laag. Je kan ook computergrafiek of digigrafiek zeggen, maar wij noemen het elektrografisch werk. Ja. Dus uit de honderden foto's zijn deze panelen ontstaan. Toen ging ik naar de Zeefdrukkerij Triomf, een fantastisch bedrijf in Vlaardingen. Zij hebben de panelen gemaakt en geplaatst. En mijn werken zijn in 2008 geplaatst, maar als je het ziet, ze zijn nog helemaal kleurecht. Zeker, want je hebt niks moeten vervangen of opnieuw moeten doen. Het is gewoon zoals nee, het was. Ik schrok er ook van dat het zo antiek zijn. En ik zie een beetje geschiedenis van Vlaardingen, zien we er een het beetje is allemaal. Het zijn allemaal Vlaardingse spullen. Kijk, dit waren van kratten van Thor, maar je mag geen reclame maken. Dus ja, het is weggeschilderd, maar alles op de computer. Dus wegschilderen, ja, ook. Heel kleurrijk voor de Timmersteeg. Dus ook mensen die op de Hoogstraat lopen, even een tip, loop even die Timmersteeg in. Hè? Heel graag, ik hoop dat ze ervan genieten. Maar ik wilde ook kleur erin en ook een stuk Vlaardings geschiedenis op straat. Peter, prachtige reclameuitingen bij de Avrol. Kruising Avrol-Hoogstraat mogen we zeker niet overslaan in onze kunstwandeling. In 1975, toen ik voor het laatst langsliep en dacht van wat een puinhoop heeft er een stad ervan gemaakt. Dan ongeveer in 2000, toen de toenmalige eigenares het leuk vond om er iets aan te doen. Dat was een kunstenares, Ellen de Moor. En op het moment dat we een contractje opstelden, de dag daarvoor overleed ze. Dus dat was een grote domper. Ja. Dan een jaar of wat later, ik weet niet precies de jaartallen. Maar laten we zeggen, in 2015 ben ik tegen de muur gaan staan van de ladder en gekeken wat er gedaan kon worden. De muur was met een rubberoid toestand totaal bedekt. Die rubberoid toestand die had losgelaten in de loop der tijden. Dus zo ongeveer in 1975 of zo, toen hebben de eigenaar en de wethouder ruzie gekregen over wat ermee moest gebeuren. Het ging uiteraard over geld. De gemeente vond niet dat zij moest betalen. De eigenaar die interesseerde het niet, dus die betaalde ook niet. Ik trof dus een totaal verwaarloosde rubberooi toestand op een prachtig kunstwerk. Waar hun de waarde niet van inzagen. Het ging hun alleen maar om geld. Ik neem aan dat je dan ook historisch accuraat te werk wil gaan. Er zijn enkele bezoekjes aan het stadsarchief geweest. Waar zouden we zijn zonder het stadsarchief? Dat is serieus waar. Fantastische instelling. Maar op een gegeven moment ga je gewoon tegen die muur staan en haal je die rotzooi eraf. En dan kom je allerlei dingen tegen. De jongste lagen liggen bovenop en die geven dan een vrij duidelijk beeld van wat er in 1975 achtergelaten is. Maar daaronder blijken een aantal schatten te zitten die ook in het stadsarchief niet achterhaald konden worden. Dat was dus vroeger ook heel gebruikelijk om te verven. Reclame was in de verfvorm, zullen we zeggen. Ja. Ik begrijp ook dat je op meerdere plekken in Vlaardingen aan de slag bent geweest om het in ere te herstellen. Ja, één locatie is van Toren aan de Nieuwe Haven. Dat was ongeveer de derde die ik gedaan heb. Dus dat is bijna 20 jaar geleden. En die is echt dringend aan nieuw herstel nodig. Okay. De resultaten hier, er is één keer geld gegeven. En dat is hier geweest. En dat was precies genoeg om echt goede verf te kopen en een vakman in te huren om de muur te behandelen. Ja. Dus die is hersteld en er zijn allerlei dingen gebeurd. Ja. En dat heeft zich vertaald in dat het nu na 10 jaar nog steeds een aansprekend ding is. Het is gewoon mooi, het is goed gedaan. Ja. En hier zie je dat geld dan ook kan lonen. Ja. Een stukje doorgelopen op de Hoogstraat. Ja, Robert Daalmeijer, dit is een werk van jouw hand. Kan je even teruggaan? Ik zag een jaartal, 2015. Toen heb je hem gemaakt. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou ja, die meiden die waren al, die hier wonen, die meiden, die waren al 8 jaar bezig om iets aan die gevel te doen.
En iedere keer kregen ze nul. De gemeente die zeiden van dit mag niet, dat mag niet, je moet het maar zandstralen. En toen werd het op een gegeven moment met laserstralen, ja, niet te betalen. En hun wilden het zwart. Nou, architect erbij. En toen kwamen ze met 50 tinten grijs. Hun wilden geen grijs. Nee, zwart was trendgevoelig. Afijn, op een gegeven moment zei die meiden van, kun jij daar niet een drostenmeisje op schilderen? Ik zei, ja, waarom niet? Dus op een zondagmiddag, ik op de hoogwerken, snel de drostenmeisje erop geschilderd. En hun zijn gelijk begonnen met zwart maken. Is het één middag werk? Is één middag werk, ja. Oh. Nou, ja, middag. Ja? Ja. Bijzonder. En waarom een drostenmeisje? Normaal schilder ik natuurlijk die blikken allemaal. En hun hadden zoiets, ja, dat drostenmeisje vinden we wel leuk. Ik zei, nou, waarom niet? Dan doen we dat font, doen we dan oranje. Dus we hebben oranje gemaakt. Omdat Basic Fit natuurlijk oranje had. En ze hadden die kleuren waaien. Maar er zat geen oranje in, maar hun mochten wel. Dus wel, dus iets, nou, dan maken wij het ook mogen oranje. Mogen wij ook wel oranje. Dus ja. Het is eigenlijk een beetje een soort actie gezet tegen het beleid van de gemeente in. Over kunst valt niet te twisten. Dat was met die rode brug over de vaart. Er werden ook heel veel mensen die werden daar een soort kwaad over dat dat knalrood moest. En toen zei Benne van der Velde, de wethouder, die zei van, ja, maar over kunst valt niet te twisten. Dus we hadden zoiets van, nou, dan maken wij de drostenmeisje erin. Valt niet over schilderen de muur gewoon zwart. En dan zeggen we, over kunst valt niet te twisten. Kijk, daar heb je ze. Ja. Ja, we kennen het drosteneffect, die zit er ook in. Het gaat door. Het gaat nog even door. Ja, ja. Dat kleine blikje kan je zien, maar daar zit het ook op. Ja, hoor. Het gaat alleen maar. We zijn 6 jaar verder inmiddels. Heeft de gemeente het al enigszins omarmd? Nou ja, er is niet verder over geklaagd. Ik weet wel dat ze op een gegeven moment hadden ze die gevel toen zwart. En toen zei de gemeente van, nou, we hadden het zwarte verwacht. En nu lopen de mensen langs, die staan te kijken. Ze maken er foto's van. En, dus ja. Ja, weet je, het is gewoon het is alleen maar een aanwinst voor de straat geworden zo. Nou, kijk. Alleen, ik kijk er de hele dag tegenaan. Als ik thuis ben, vind ik het wat minder, hoor. Ja. Ja, ook zonder te tekenen, hoor. Dat moest echt allemaal uit het losse handje. Het is alleen jammer dat precies bij de mond zit een gootje van de steen. Als hij zijn hazenlipje heeft. En we gaan verder, want we waren natuurlijk nog op een kunsttour. Dat is trouwens leuk, Jeroen, nu je er toch nog even zit. Ja, want... Ik begrijp, jij bent ook bezig met een gevelschildering. Tenminste, plannen zijn er aan de Vossenstraat. Er zijn inderdaad plannen voor een project om een mooi paneel te maken in de Vossenstraat. Een paneel. En dan, ik zie een natuurkunstenaar. Ik hoor wat de Vossenstraat. Wat zou dat voor beest worden, zou je denken? Laten we het niet zeggen, mensen mogen thuis raden. Hoe dan ook, dat belooft wat. Wie weet komt het dan wel in het rijtje waar we mee bezig zijn. Want we zijn dus op kunsttour. We waren gebleven ongeveer bij de Hoogstraat. De afrol lopen we af en we gaan richting de Rembrandtstraat. Marjon, ja. We staan bij de morgenwandeling. Het is al een tijd geleden dat je deze gemaakt hebt, 2002. Wat voor materiaal is het? Ik heb de Willem de Koning Academie gedaan. Mm-hmm. En daarna ben ik fresco gaan schilderen bij een meester in Italië. Ook meegelopen met projecten. Dus voor mij is fresco altijd iets bijzonders. Ik heb toen gekeken hoe je dat in het Nederlandse klimaat eigenlijk een soort daar een materiaal voor kan gaan vinden. Dus ik heb een eigen techniek. Het is met een soort cement, zeg maar, die ik zelf aankleur met pigmenten. Dus ja, het is ook wel heel bijzonder dat hij eigenlijk nog zo heel mooi blijft. Ja. In dit slechte buitenklimaat eigenlijk. Heb je hem niet tussendoor vanaf dan gerestaureerd of was dat wel nodig? Hij is 2 keertjes is die tussendoor heb ik hem mogen opknappen. Dus het was niet slecht of zo, maar toch een klein beetje net weer ietsje andere kleuren. En ja, het bijzondere, ja, dat heb je natuurlijk als kunstenaar, dat je toch altijd wel weer dingetjes net eventjes ietsje anders wilt doen. Dus ik heb soms ook de kleur net weer ietsje pittiger gemaakt. Gewoon een tweede versie eigenlijk ervan gemaakt. Eigenlijk een soort wel, ja. Ja. Toen we het zijn gaan maken, was het eigenlijk op vraag van de bewoners hier zelf. Maar het is een voetbalveldje en dat was heel slecht, met alleen maar zand. En gewoon dit was helemaal open en lelijk. Dus we hebben het dicht gemaakt. Maar ik wilde wel de mensen uit de buurt erbij betrekken.
Dus de kinderen van de mensen toen, die staan op het schilderij. Toevallig is daar net, zie ik, een klein stukje van af. Maar dat ga ik wel een keertje eventjes repareren. Ja, daar zo, ja. Ja. Maar per ongeluk gaat natuurlijk ook wel eens een boot heen gaan en zo. Maar we hopen wel altijd dat niet echt gebeurt. Want het is wel heel zonde. Er is echt meer dan een jaar aan geschilderd. Het is niet zomaar een muurschildering. Van ver af heb je natuurlijk een monumentaal beeld. Maar het is juist heel bijzonder. Als de mensen er dichtbij gaan staan, word je in het schilderij gezogen. En echt elk kloddertje is gewoon met heel veel liefde dat gewoon erop gezet. Je kan je natuurlijk heel makkelijk voorbij lopen. Maar om nou echt hier waar wij staan te gaan staan. Maar je nodigt uit, doe dat wel. Ja, zeker. Maar ik zie het inderdaad ook. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de haren van de kinderen. Dat is ontzettend detailwerk. Ja, ja. Aangekomen in het centrum van Vlaardingen bij de parkeergarage met Connie Paap. Met de mooie kleurrijke panelen. Begin dit jaar opgeleverd, zullen we maar zeggen. Connie, is het heel oneerbiedig als ik zeg dat je niet zo'n heel mooi stukje Vlaardingen iets kleurrijker hebt gemaakt? Ja, dat denk ik wel. Want dit is nou niet echt juf van het, hè? Qua kleur niet. Dus dit fleurt de boel wel echt op, denk ik. Ja, was dat ook de opdracht van maak het kleurrijk? Nou, het was niet echt de opdracht, maar ik had natuurlijk een voorstel ingediend. En dat was op zich was het natuurlijk mijn stijl, hè? Dat is heel kleurrijk. En dat was wel een van de dingen die heel erg aansprak. Dit is de vrije tijd en ontspanning. Ja. Dus er zijn alle leuke dingen die je kunt doen in Vlaardingen. En dit is de historische architectuur. Ja. Even kijken, een stukje. Dus eigenlijk van alles een beetje wat, hè? Dus kunst, een beetje kunst zit erin. De vrije tijd en ontspanning en ook de historische architectuur. Ja, nou ja, zonder om die zeg maar teniet te doen. Maar deze aan de rechterkant, die springt natuurlijk ontzettend tot de verbeelding voor heel veel Vlaardingers. Allemaal herkenbare gebouwen. Elk stukje dat ik tekende, dat heeft voor mij wel een persoonlijke herinnering. Dat gele lint dat je daar ziet, hè? Dat begint dus in het hof. Ja. En het gaat dan zo over de haven. Ja, dat is ook een soort route. Naar het hoofd. En dat heb ik als kind zo vaak gelopen. Van het hof naar het hoofd. Op zondagmiddag gingen we inderdaad met mijn ouders van het hof naar het hoofd. Ja. Dat klopt, ja. Krijg je de reacties op binnen? Ja, allemaal heel erg leuk. En ook foto's van mensen. Iemand vroeg, ik heb twee honden. Staan jouw honden er ook op? En toevallig heb ik die ook getekend, want je hebt een hondenspeelplaats in de Broekpolder. Ja. En mijn twee hondjes, die staan daar dus ook. Oké. Okay. Dus, ja. Ja, het is echt een zoekplaatje. Je kan, als je er één keer bent langsgelopen, kan je er gerust nog een keer langslopen. Ja, het is natuurlijk zoveel te zien. Ja. En het zijn voor mij toch wel hele bijzondere plekjes ook van Vlaardingen. Ja. Ik ben heel blij dat ik dit heb mogen doen. Ja. Dus, super. Dat is toch ook een grote waardering voor mijn werk. Ja. En als Vlaardinger. Aan de Willem-Beukelszoonstraat aanbeland met Marion en Marga. Ik ben hier vorig jaar komen wonen, half april, in dit pand. In de zomer, tijdens de lockdown, hebben we het pand aan de buitenkant opgeknapt. En toen hij eenmaal mooi strak in de verf zat, dacht ik, nou, dat vraagt wel heel erg om een mooi ontwerp. En aangezien ik ontwerper ben, dacht ik, dat is goed te combineren. Ik heb toen overlegd met VVE en die vonden het dan leuk om iets van mijzelf daar ook op te doen. Dus heb ik samen met Marion, want ik kan wel bedenken, maar niet schilderen bijvoorbeeld. Marion gevraagd omdat we dan samen deze schildering konden maken. En heeft Marion hem aangepast tot wat hij nu is. Heeft het een naam? De Dotted Vis heet het origineel, maar ja, deze heeft eigenlijk geen naam. Ik heb advies gekregen van een kunstenaarsbenodigde winkel in Rotterdam. En die hebben me goed advies gegeven, want het zit er nog steeds goed op. Dus het is met acrylverf gedaan. En dat werkt eigenlijk wel goed. Het was even uitproberen inderdaad. Ja. Wat gaan de weersomstandigheden met dit werk doen? Of blijft het sterk? Ja, het blijft wel sterk dit. Ja, het is, want we zitten nu bijna een half jaar op.
En de kleuren zijn nog niet vervaagd. Wat ik ook heel leuk vind dat Marion dat goud heeft gebruikt. Dat als je hier 's avonds langs loopt, dan heeft dat zo'n glans zo. Dat is wel mooi. De vis die is wel redelijk het ontwerp. Maar de dame die erop zit, moest ik wel iets aanpassen. Want het ontwerp was anders van kleur. En dat was heel glanzend en hij had een hele mooie lichtinval. En om die lichtinval dan toch een beetje nog weer terug te brengen, heb ik dat goud gebruikt. Dat zit niet in het origineel. Smaakt het naar meer? Nou, misschien wel. Ik bedoel, we zijn altijd te huren, in te huren. Dus voor leuke projecten. Dus dat kan altijd. Ik heb in het verleden 2 keer eerder een muurschildering gemaakt. Maar dit was wel de grootste die ik gedaan heb. Dus dat vind ik wel heel leuk. En nog groter smaakt wel naar meer, ja. Ja. Nou, dat belooft wat. Op de hoek van de Bleekstraat en de Eendagstraat, imposant werk. U dacht, ik wil gewoon wat moois op mijn muur. Ja, inderdaad. Ik had het bord van de buurvrouw had ik zo eens gezien. En dat vond ik wel hartstikke leuk, hartstikke mooi. En ik zei tegen de buurvrouw, verzin voor mij ook eens wat. En zodoende. En is het geslaagd? Dacht het wel. Maar hoe begin je er dan aan? Wat zijn dan de stappen die je doorloopt? Ja, weet je, dan moet je ook gaan nadenken, wat past in deze buurt? Je kan wel iets gaan doen, maar misschien vindt niet iedereen het leuk. En deze buurt heeft al, zeg maar, heel veel historie. Deze straat ook. En toen hebben we er toch in die richting zijn we gaan denken. Dus je kan er wel een Picasso opzetten, maar ik denk niet dat iedereen dat in deze buurt leuk vindt. Kijk, Loes is er ook bijgekomen, want die heeft ook zo'n expertise. Heeft dat al gedaan, zeg maar, de muurschilderingen. Ja, Loes Henger, die heel groot deel van dit werk heeft gemaakt. Ja. En omdat wij wisten wat zij gewoon maakt, dachten we van, dat is hartstikke leuk als jij dan ook mee gaat doen. De haringen die richting de haven uitzwemmen. Daar hebben we over nagedacht. Ja. Het zilver. En zo zijn we op dat idee gekomen en hebben we het uitgewerkt. De bovenkant is van jou, uit jouw hand. Ja, ja, dat was een hele klim. Maar we hebben wel heel veel hulp gehad van Marcel. Marcel Verweel, de schilder. En die heeft de steiger helemaal opgebouwd. Moest natuurlijk helemaal tot de punt. En we hebben het gewoon verdeeld. Dus Loes, het onderste gedeelte, ik het bovenste gedeelte. Ja. Ik heb ook een beetje hoogtevrees, maar ik dacht, stel, als ik echt helemaal bovenste puntje daar ook nog iets leuks van kan maken, dan doe ik het. Maar mijn hoogtevrees was wel verdwenen. Het is wel mooi dat de kunst je eigenlijk van je hoogtevrees afhelpt. Ja. Een mooie samenkomst van historie en kunst. Ja, en op die manier hebben we erover nagedacht. En daarom hebben we ook deze vrouw zo neergezet. Omdat je dan ook kan zien dat Vlaardingen zijn eigen klederdracht had. Ja. En daarbij de bijbehorende sieraden. Het zou wel leuk zijn dat er steeds meer muurschilderingen komen in Vlaardingen. Want dat maakt Vlaardingen nog leuker dan dat het al is. En het hoeft niet allemaal dezelfde te zijn, maar juist allemaal wat je ook ziet in heel de Oostwijk al. Dat het allemaal verschillende muurschilderingen zijn. Ja. En dat maakt het juist leuk. Ja. Juist dat. Fantastisch werken natuurlijk en allemaal mooie kunstwerken in Vlaardingen. Je kan zelf op wandelroute, we hebben er een route van gemaakt. Kan je zelf op wandeltocht beginnen bij de Voorstraat. We hebben natuurlijk even helemaal ver volmaakt, is het een rondje, kan je instappen waar je wil. En die route die je dus in beeld zag, die kan je dus zelf ook vinden op onze social media.